Goed, ik ben Jos Pijnappel en ik ben de muzikaal leider van de theatervoorstelling Stork 150 jaar, die dit jaar in Hengelo plaats heeft. Vorig jaar was ik arrangeur, dirigent en ook de organisator van de orkesten bij de voorstelling Het Verzet Kraakt. En dit jaar doe ik dus met het min of meer hetzelfde productieteam de Storkproductie en mag ik muzikaal leider zijn. Een heleboel werk, we zijn vorig jaar in oktober al begonnen. Je kunt je voorstellen, we werken met 8 harmonieorkesten uit Twente en de Achterhoek. En er is een heleboel geregeld om te zorgen dat die orkesten straks in de maand september op de juiste plek zijn met het juiste aantal mensen en allemaal de juiste muziek hebben, de juiste bladmuziek. Op dit moment ben ik heel druk bezig om bij alle orkesten langs te gaan en de muziek in te studeren. Om te zorgen dat de koorleden hun muziek hebben, dat de solisten hun muziek hebben. Dat gaat allemaal uiteraard in overleg met Jan Tekstra, de componist van de muziek. Ik arrangeer alle muziek voor de orkesten. En Jasper Verheugd, de regisseur, die ook heel veel van muziek weet. En we zitten nu behoorlijk ver in dat proces, zodat we op 25 juli, als de repetities beginnen, dus een intensieve repetitieperiode van 3 weken, 5 dagen per week, dat iedereen precies weet wat hij moet doen. En dan zullen er allerlei dingen nog gaan veranderen en erbij komen en misschien geschrapt worden, zodat we uiteindelijk een hele mooie voorstelling overhouden waar u natuurlijk allemaal moet komen in de maand september, vanaf 22 augustus uit mijn hoofd. Verder is mijn taak dat ik alle voorstellingen ga dirigeren. We hebben 8 orkesten. Elk orkest speelt 2 à 3 keer. Sommige orkesten spelen 4 keer. Zij hebben geen generalen. Dat is wel heel spannend. Dus wij repeteren de muziek van tevoren in. En de eerste avond dat een orkest in de bak zit, zoals we dat zeggen, hebben ze een uurtje voor die tijd om even te wennen aan hun nieuwe omgeving en alle grootse zaken die zich rond hen afspelen. En dan gaat het hek open en dan komen er 1300 mensen en dan moet het orkest in één keer presteren. Dus eigenlijk hebben wij 8 premières dit jaar en zo voelt het voor ons althans zeker.